Nimmer eerder heeft Inca Marina, 82, zoveel verontwaardiging gevoeld. Na een halve eeuw hoopte de zangeres eindelijk gerechtigheid te zien in de vorm van financiële vergoeding voor de wereldhit FIFA Espana, die ze in 1972 opnam. In die vervlogen tijd was ze contractueel gebonden aan Amy en zette ze haar handtekening onder een document waarin vermeld stond dat ze slechts 0,0001 cent per verkochte single zou ontvangen. Een regeling waar ze destijds weinig van begreep een onethische zet van Amy die vandaag de dag niet onopgemerkt voorbij zou gaan. Moderne artiesten zouden meteen de media inschakelen. Met maar liefst 6 miljoen verkochte exemplaren van FIFA Espana is Inka Marina in Senegal synoniem geworden met deze wereldhit. Op haar leeftijd ziet Inka zichzelf niet meer achter de feiten aan rennen. De stress die daarmee gepaard gaat, zou een tol eisen van haar gezondheid. Gelukkig heeft een goede vriend zich bereid verklaard om alles tot op de bodem uit te zoeken en mogelijke financiële compensatie te achterhalen. Het blijft onduidelijk of dit daadwerkelijk vruchten zal afwerpen, maar Inca laat het graag grondig onderzoeken. De zangeres is dankbaar dat iemand uit haar directe kring alles voor haar uitzoekt. Tegelijkertijd heeft ze ook andere zorgen aan haar hoofd. Ongeveer een half jaar geleden viel ze tijdens haar verblijf op Ameland. Haar ribben kwamen hard in aanraking met een kei en sindsdien kampt ze met klachten in dat gebied. Ondanks pogingen om rust te nemen, bleven de klachten aanhouden en besloot Imka zich te laten onderzoeken in het ziekenhuis. Vorige week donderdag onderging ze een dagopname en daar voerde men een ingreep uit, zei het in nevelige gehuld voor haar. De aanvankelijke verwachting was dat ze een zwevende rib zouden verwijderen, maar de exacte details van de ingreep zijn haar nog niet duidelijk. Desondanks voelt ze zich beter en is ze nu thuis bezig met haar herstel.